leuk dat je kijkt naar een nieuwe gamewijze video. Vandaag speel ik Star Stable en ik zal even mijn zonnebril afdoen. Hij is wel leuk toch? Ik wil een nieuw paard gaan kopen en een Noord-Zweeds paard. Oh ja, ik heb net allemaal filmpjes over gezien, maar dan zegt ze steeds Noord-Swedish horse, want dan, dat is in het Engels zo. Maar ik wil zo'n Noord-Zweed kopen, alleen ik weet nog niet welke. Want ik wil dus zo meteen weer doorgaan in de Dino-Vallei. Maar ja, daarvoor is het wel handig als je zo'n snel paard hebt. Gewoon een paard die tegen de kou kan en die dan gewoon normaal kan galopperen. Want zo konden Mara kan niet tegen de kou en dan galoppeert hij niet snel. En nou, hier staan er dus al drie en ik zit te neigen naar de Palomino. Maar ik weet niet of daar ook nog een paar staan, want ik was net ook bij... Oh, hier. Nee, hier staan wel halflingers. Die kunnen ook tegen de kou. Maar ik vind de halflinger toch wel minder leuk in het spel dan de Noord-Zweed. Dus... En er zijn nog andere kleuren. Maar ik weet niet waar je die kon halen. Of waar je die kan halen. Want ik heb een paar filmpjes opgezocht en zo. En ja, ik kwam er niet echt uit waar je die nu kan kopen. Maar ik vind denk ik de Palomino toch wel het leukst. Alleen ik zit zelf wel met... Dat als ik een fjord kan kopen, dat kan nog niet, dan wil ik heel graag een fjord kopen. Zo eentje zoals Moos is. Dus die heeft ook best wel blonde manen. En dat lijkt ook een beetje op een Palomino. En dan zit ik een beetje met twee Palomino's. Maar zou ik het gewoon doen? Want ik heb de... Waren dat Lusitano's? Die nieuwe paarden? Die heb ik gezien en daar wil ik ook graag één van. Maar die zijn niet snel. Die kunnen niet tegen de kou. Dus daarom ga ik die nu niet kopen. Maar die vind ik wel heel cool. En ik weet welke nieuwe kleuren eraan gaan komen. En ik wil dan zo'n nieuwe kleur hebben. Oké, goed verhaal. Ik denk dat ik voor deze ga. Toch wel voor de Palomino. Ik vind die zwarte wel heel schattig. Vooral met dat snepje op zijn... Zijn neus. Die vind ik wel heel schattig. En ik vind deze ook wel cool. Maar deze heeft best wel een paarse tint. En ik vind dan de Palomino net wat beter bij mij passen. Dus daar gaan we dan. Denk ik. Kan ik hem wel kopen? Oh, ja. Noord-Zweed. Ja, oké. Kracht 4, 2. Oké. Koop een paard. Ja. Een naam. Ik heb al een naam voorbereid. Ik hoop dat hij erbij staat. Apple... En ja, wat gaat het worden? Pie! Ja, apple pie. Appeltaart. Ik vond het wel een leuke naam. Ja, en dan ga ik deze maar gewoon kopen. Ik heb een nieuw paard! Dat was echt een hele tijd geleden dat ik een nieuw paard heb gekocht op Star Stable. Maar ik speel de laatste tijd ook niet meer zo heel vaak. Echt alleen... Bijna alleen maar als ik aan het opnemen ben. En soms voor de lol nog eventjes. Maar dat is het dan wel. Maar echt voor de lol, dat is dan maar één keer in de twee of drie weken of zo. Als je dan het opnemen niet meetelt. Want dat doe ik ook zo één of twee keer in de twee weken. Eén keer in de week dus. Lekker logisch. dan gaan we even naar de stal toe. En ik vind trouwens, of ik wil eigenlijk... Nog veel meer andere paarden kopen. Alleen ik heb niet oneindig veel starcoins. Maar ik wilde zeggen eigenlijk. Ik vind zoveel paarden op Star Stable super leuk. Vooral de nieuwere. Die vind ik er net wat mooier uitzien. En realistischer. Oh, daar staat hij. Ja. Ik wilde eerst misschien voor de... Ik weet dus niet waar die staat. Maar voor die Noord-Zweed gaan. Die een beetje die voskleur heeft. En dan ook blonde manen. Maar ik dacht ja. Ik heb al twee Noora's. Dat lijkt er een beetje op. Nou, dan moet ik de spullen natuurlijk even eraf halen. Kan er gewoon zo. Of moet ik even slepen, ja. En dan gaan we zo meteen gewoon verder met de Dino-Vallei dingetjes. En ja. En ik zag ook dat ik een missie had met een geest in de wijnkelder. Maar ik weet niet of die leuk is. Dus laat maar even weten wat jullie van die missie vinden. Want dan ga ik het gewoon met jullie samen doen. Oh, hij is wel heel schattig. Toen ik was aan het zoeken was naar een nieuw paard. In het echt, zeg maar. Toen heb ik ook naar Palomino gekeken. En die had ik bijna gekocht. In het echt, hè? Oh, hij is wel heel schattig. Oh, even meteen een zadeltje opdoen. En ik ben ook bezig met een nieuwe uitrusting. Ik wil heel graag... moet ik heel even uitzoomen, want dan kan je het beter zien. Die... Zo.
Ik wil heel graag die Iberische uitrusting die bij de Lusitano hoort. Kijk, ik heb het hoofdstel heb ik al gekocht. Die ga ik gewoon omdoen trouwens. Ik heb helemaal niet gekeken hoe goed die is. Oh, die is even goed als mijn huidige hoofdstel. Of mijn blauwe hoofdstel. Maar die vind ik heel cool. En het zadel en het dekje ook en zo. Even kijken. Welke heeft hij nu aan? Gewoon normaal of niet? Ja. Doe ook even die aan. En de rest, ja, al die versieringen hoef ik even niet. En dan gaan we nu naar de Dino-vallei. Oh, kijk dan hoe schattig. Oh, ik vind hem echt heel leuk. Ja, maar ik vond eigenlijk, of ik vind nog steeds, al die Noordzweed paarden en die kleuren vind ik allemaal heel erg mooi eigenlijk. Ik vond het heel moeilijk om te kiezen. Maar ja, we gaan lekker naar de Dino-vallei. Ik heb, of ik wilde eerst een hele tijd geen nieuw paard kopen op Star Stable, omdat ik graag eerst mijn paarden wilde uittrainen. En ik heb die witte Connemara een tijdje getraind, Firefly. Alleen ja, ik zat toch niet zo vaak op Star Stable. En ik wil gewoon een snel paard hebben in de Dino-vallei. Ja, maar ja, nu heb ik er gewoon eentje. En ja, oh, dat ding gaat denk ik zo naar beneden. Oh, dan moet ik eerst afstappen. Ja, die gaat. Oh nee. Stil. Ja, oké, okay, net. Want anders gaat hij naar beneden. En dan moet ik wachten totdat hij aan die andere kant er meer omhoog gaat. En ik kom nu al heel goed uit mijn woorden. Vandaag is echt een beetje een dag waarin ik een beetje last heb van spraakgebrek. Zo niet lekker uit mijn woorden kan komen en zinnen wil beginnen. En dan denk ik, oh nee, ik wil nog dit vertellen. En dan vertel ik alles door elkaar. Het spijt me alvast. En ik wil ook, als dit niet te lang duurt, de missie in deze wereld, in de Dino-vallei, wil ik ook weer verder met Avalon, of hoe die ook heet, in Veeldeel. Ik ben de laatste video's echt veel in Veeldeel. Veel in Veeldeel. En ja, eerst was ik heel veel in hoe heet het nou, Mistval. En dan, ja, nu niet meer. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het leuker om overal een beetje te zijn en missies te doen. Maar deze missies zijn allemaal in Veeldeel en de Dino-vallei en zo. Nu zou ik post moeten ontvangen. Zou jij naar de brievenbus voor inkomende post willen gaan? Ik kan toch zelf ook even lopen? Dat is toch niet zo heel ver? Kijk, het is toch geen 10 meter. Voor hem dan, hè? Want in, ja, wel. Realistisch gezien is het natuurlijk veel minder zelfs. Het is nog niet eens een halve meter. Nou, ik hoop dat er post voor hem is. Kijk eens aan, een brief. Altijd leuk om een brief te ontvangen. En hij is ook nog eens afkomstig van de AAE. Ze schrijven dat ze mij volledig steunen in het onderzoek van de vallei. En ze schrijven ook dat ze blij zijn dat ik nog in leven ben. Oké, Elise, het kamp is grotendeels klaar. Ook al kunnen er nog veel verbeteringen worden aangebracht om het meer comfortabel te maken. Sorry als ik heel snel voorlees. Maar het belangrijkste is dat de AAE achter ons staat en bereid is. Oké, wil je mij helpen met het verkennen van de verborgen dinosaurusvlei? Nou, als dit een mooi jasje is misschien. Even kijken. Ik vind dat paars niet zo mooi, maar goed. Vooruit dan maar. Mooi, helemaal perfect. Als beloning zal ik alle informatie die ik zal ontdekken met jou delen zolang ik hier ben. De beste manier van verkennen. Dingen ontdekken en verkennen kun je op verschillende manieren doen. Soms werkt de ene methode beter dan de andere. Je zou jezelf de vraag moeten stellen, wat is het doel van deze expeditie? Oké, ja, ik ga niet precies alles voorlezen, want hij praat ook best veel onzin. Gewoon praat dingetjes die ik niet per se hoef voor te lezen. Ik wil ook dat je de omgeving vastlegt door het maken van foto's met behulp van een kaart, een pen, een verrekijker en een camera. Heb je alle benodigde uitrusting om deze klus te kunnen klaren. Ik zal je naar de plekken sturen die ik graag wil documenteren en complementeren. Jeetje. Oké, begrepen? Nou, een beetje. luister naar de instructies van Nick. Oké. Oké, dan. Ik zal het even samenvatten. Jij gaat door middel van oké. Komt helemaal goed. Ik snap het niet, maar ja, ik snap het wel een beetje. Ah, je wilt eerst uitrusting testen. Een goede ontdekkingsreiziger test altijd zijn uitrusting. Testen ontdekkingsuitrusting. Gebruik de uitrusting om de aangegeven plaats. Oké, we gaan even oefenen, denk ik. Oh, ik moet de andere kant op. Zo, wel handig dat ze het even aangeven op die kaart daaronder. Weet ik waar ik naartoe moet. En ik ben blij dat we hard kunnen galopperen. En iemand anders is denk ik ook bezig met deze missie. Oh,
Moet ik dan afstappen? Ik hoop niet. Nee. Jij fotografeert het landschap. Oh ja, deze persoon is hier ook mee bezig volgens mij. Moet ik hier ook? Ja. Jij fotografeert het landschap. Maar onze foto van net leek hier ook heel erg op. En hier denk ik. Of moet ik hier iets anders doen? Oh, de kaart. Oh, moet ik afstijgen? Nou, vooruit dan maar. Kan ik iets aan jullie vertellen? Ja. Wil je alsjeblieft niet in de weg staan? Dan kan ik het niet zien. Hé, hey, waarom kan ik die kaart hier niet gebruiken? Oh, hier moet ik de verrekijker gebruiken. Oh ja. Nou, ja, vandaag is het best warm. Ik heb expres mijn zonnebril meegenomen. ja, bij deze opnames. Zo, en ik heb hem gekocht bij de H&M. Echt gekocht. Het is niet gesponsord of zo, jammer genoeg. En ik vond hem wel grappig. Het is gewoon echt een grappige bril, want ik heb echt geen brillenhoofd. Het is echt niet mijn ding of zo. Ik weet niet. Ik ben, ja, mijn hoofd is daar niet geschikt voor. Het klinkt zo stom. Ja, ik heb gewoon een heel lastig hoofd met hoeden. Nou ja, hoeden valt wel mee, maar met helmen, met caps vooral. En met brillen. Ja. Ik teken het op de kaart. Oh, moet ik hier nog iets doen bij de kaart? Oh, oppakken. Oké. En hier. Oh, moet ik weer een fotootje maken. Oh. Je ziet het ook heel goed met al die mist. Ik zal mijn bril wel even afdoen, want alles is zo roze door die bril. ben ik klaar? Ja, oké. Dat is fijn. Oh ja, zij is ook met dezelfde missie bezig. Ik heb trouwens niet gekeken naar wat ze zei. Ben je fan? Misschien. Snel en ga je. Snel, snel, snel. Nee, grapje. Ik krijg trouwens heel vaak boze reacties als ik niet reageer op Star Stable. Dat zag er veelbelovend uit. Misschien had je de camera iets hoger kunnen houden. Ja, ja, ja. Oké, neem je uitrusting en vertrek op je eerste expeditie. Zoals altijd in een omgeving met ijs. Wees voorzichtig. Er kunnen barsten en wakken in het ijs voorkomen. Nadat je 4 plaatsen bij bevroren ijsmeer hebt gedocumenteerd, kun je terug naar mij komen met een rapport. Oké. Ja. Moet ik die kant op, zie ik al. Kan ik wel die kant op? Was dat niet daar met die afgrond? Oh nee. We gaan het zien. Ik hoop dat ik niet verdwaal hier. Kan ik hier op? Oh ja. Oké. Wat is dit? Oh. Ik kan het echt niet goed zien hier hoor. Ik hoop niet dat ik overal heel langdradig alles moet fotograferen en vastleggen en bleh. Als dat is, dan spoel ik wel eventjes door, want anders is het zo saai. Ik val hier de hele tijd in het water. Oh, ik sprong denk ik gewoon steeds te vroeg. Maar echt heel gek. Je kan hier blijkbaar niet zwemmen. Ben ik achtergekomen. Hè, wat heb ik verkend? Oh. Hé, hey, huh? Wow. Wow, ik zie het nu pas. Maar wat is dit? Gewoon de verborgen dinosaurus. Oké. Okay. Wow, maar dit is wel heel gaaf. Zeg, jeetje. Oh, doodeng. Ik had er net al iets over gezegd dat soms mensen, of kinderen kan ik beter zeggen, of Star Stable heel boos tegen mij worden als ik niet reageer op ze. Ik praat gewoon bijna nooit op Star Stable, want ik ben meestal gewoon lekker aan het spelen, zo blululul, lekker aan het spelen zoals nu. En dan ben ik helemaal niet bezig met de chat. En wat ik dan vaak heb, dan reageren kinderen best wel boos en chagrijnig. Ja, praat nou! Je kan gewoon praten. Ja, dan gaan ze uitleggen hoe ik moet chatten. En dat komt dan gewoon niet zo aardig over. Dus ja, misschien bedoelen ze het helemaal niet vervelend hoor. Maar dan komt het echt zo bij mij. Nou, waarom kan ik die kaart niet pakken? Nou... Star Stable, wat doe je? Niet zo irritant. Zo, wat doe je nou? Oh, eindelijk, jeetje. Maar dan bedoelen ze het misschien niet heel vervelend of irritant of zo. Maar, of
chagrijnig, maar bij mij komt het wel altijd zo binnen. En dan legt ze uit van, ja, druk op dat en dan kan je typen en dan gewoon op enter drukken. En dan kan je praten. Beetje zo. En dan zit ik echt van, nou, ik ga nu helemaal niks meer sturen. Ik ga je niet belonen voor je dat je zo tegen mij doet. Niet dat ik zoiets heb van, ja, ik ben Fenna en je moet normaal tegen mij doen. Je moet doen alsof ik een koningin ben. Blablabla. Maar gewoon, je moet toch gewoon tegen iedereen vriendelijk en normaal doen en... Niet, ja, ik ben geen aap in een kooitje die net, ja, weet je, snap je wat ik bedoel? Ja, ik ben ook maar gewoon een mens die gewoon, of een kind. Nou ja, oké, ik ben niet, officieel niet een kind, want ik ben 18. Maar ik ben ook nog gewoon maar een mens die gewoon lekker Star Stable aan het spelen is. En ik ben soms gewoon bezig met opnames en dan kan ik niet altijd reageren. En wat ik ook heel vaak heb, dan zet ik mijn poppetje gewoon ergens neer, want dan ga ik even iets doen. En dan kom ik terug en er staan er enorm veel mensen om me heen. Om te zeuren. En dan doen ze. Dan zeggen ze dat ze verdrietig zijn omdat ik niet reageer. En dan ben ik gewoon even naar de wc gegaan of zo. Dan ben ik eten halen. Of dan ben ik gewoon aan het eten. En dan kom ik terug en zeg, is iedereen verdrietig en boos? En dan reageren sommige mensen, ja, laat verder gewoon met rust. En dan denk ik echt, wat is er aan de hand? Paniek. Bij die mensen in ieder geval, niet bij mij. Maar, echt zo grappig eigenlijk. En dan ben ik gewoon even naar de wc gegaan, weet je wel. Oh, ja. Dan denken mensen dat ik ze negeer, maar dan ben ik gewoon, zat ik gewoon lekker op de wc. Ja, dat moet ook gebeuren. Ja. Maar ik heb gewoon best wel vaak dat ik Star Stable gewoon open laat. En dan ga ik gewoon iets anders doen. En dan kom ik terug. En dan staat dus zo'n hele groep om me heen. Niet altijd hoor. Maar soms wel. Maar ja, dat vind ik wel grappig. Soms dan ga ik ook gewoon lekker op YouTube. Of ga ik iets doen op mijn andere computer editen. En dan laat ik het ook gewoon openstaan. Dus als je mij tegenkomt en ik reageer niet. En mijn poppetje staat gewoon ergens stil. Hoogstwaarschijnlijk zit ik of op de wc. Of ben ik eten aan het halen. Of ben ik... gewoon aan het eten bij mijn computer en zit ik niet op te letten. Of ik zit hier op mijn andere computer wat te doen. Nou, even kijken. Ik moet die kant op. We zijn bijna klaar. Oh. Even kijken, hoe kan ik het beste gaan? Oh, ik rij wel achter haar aan. Zij weet het denk ik wel. Ze zitten toch dezelfde missie te doen. Oh nee, zij gaat die kant op. Oh nee, ik moet helemaal niet deze kant op. Nee, ik ga even omdraaien. Oh ja, zij draait ook al om. Oh. Wow, maar dit is toch gaaf? Of gewoon een beetje eng? Eeuw. Kijk hoe groot dat beest is, joh. Of geweest. Ja. Yeah. We zijn bijna klaar, gelukkig. Goh, eindelijk. Even kijken, waar is die man? Want wij zijn klaar. Oh ja, nou, ik heb de weg terug best goed gevonden. Ik dacht dat ik helemaal zou verdwalen. Wow, je hebt de verborgen dinosaurus al gevonden. Ik heb slechts over deze dino gelezen in oude rapporten van ontdekkingsreizigers die al lang zijn overleden. Ik had nooit verwacht dat je dat zou kunnen zien. Ik krijg een vreemd gevoel van dit skelet. Een gevoel wat ik niet helemaal kan plaatsen. Een soort déjà vu gevoel. Oké. Okay. Wat een geweldige foto's heb je genomen. Maar gaat ze rustig bestuderen. Ik ben aan het overwegen om misschien een tussentijds rapport te versturen naar de AAE. We moeten meer te weten komen. Oké. Skeletmonster voor de AAE. We moeten dit skelet analyseren. Neem verschillende monsters af van skelet om verschillende plaatsen. Oké, ja. Wat ik bedoel. Palento. Nee, haha, dat is een soort pap. Huh? Oké. Ja, nee, oké, dit slaan we even over. Ik snap er niks van. Het ijs is oud. Als men de verschillende lagen van het ijs bestudeert, kan men ontrafelen hoe het klimaat zich ontwikkeld heeft. De AAE heeft benadrukt dat zij het belangrijk vinden als wij proberen ijskernen op te boren. Ja, oké. En wat moeten we dan ook nog doen? Post in de vergeten dinosaurusvlei. Hey Elise, ik hoorde in daar nu een brievenbus rammelen. Ja, ik weet het zeker. Zou jij daar niet even langs kunnen rijden? Dan hou ik. Oké. Oh, ja, sorry, ik ben echt een beetje te lui om alles precies voor te lezen. Maar ik ga dat denk ik voortaan niet meer alles 100% voorlezen. Want ze praten toch altijd grotendeels gewoon
Ja, onzin. Ja, ik bedoel meer, ze praten soms gewoon net wat te veel. Onnodig veel. En ik krijg zo vaak reacties van mensen die zeggen, nee, niet voorlezen. Krijg ik nog steeds op mijn oude video's. Krijg ik zulke reacties. En sommigen zeggen weer, ga wel lezen. En ik bespreek dit ook in elke video volgens mij. Maar ik blijf wel voor een deel het voorlezen. Ik weet eigenlijk niet of ik goed of slecht nieuws heb. Professor Einstein van de universiteit in Jorvikstad komt waarschijnlijk hierheen. Heb je haar wel al eens ontmoet? Nee, ik bedoel natuurlijk niet die professor Einstein. Ik heb het over Elsa Einstein. Een van 's werelds meest vooraanstaande wetenschappers op het gebied van kwantummechanica. Oké. Wist je dat Elsa Einstein bekend staat om haar oog voor detail en precieze planning? Wat komt zij hier eigenlijk doen? Er is hier toch niets te doen op het gebied van kwantummechanica. Het enige wat ik zeker weet is dat het helemaal fout zou gaan als wij zouden moeten samenwerken. Zij is blijkbaar onderweg per helikopter. Dat is levensgevaarlijk. Het was niet eens mogelijk om hierheen te reizen in mijn luchtballon. Vanwege de gevaarlijke luchtstromen die hier in het dal voorkomen. Zij zou eigenlijk gisteren al gearriveerd moeten zijn. Wacht eens even, praten wij niet langs elkaar heen, Elise? Die vreselijke herrie die wij eerder hoorden was waarschijnlijk afkomstig van Einsteins helikopter die neerstortte. We moeten haar geen redden, Elise. We moeten haar geen redden, Elise. Oké. De herrie kwam van de andere kant van het meer. Daar moeten we... Ja, oké. We moeten haar gewoon redden. Hoe? Moet ik die kant op, denk ik. Ik wil de reddingsactie voor de volgende video bewaren. En ik hoop dat ik in de volgende video ook even andere missies kan doen. En dan hoop ik dat jullie dit een leuke video vonden. Als je dat nou vond, vergeet dan zeker een duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan tot de volgende keer. Doei!